Binnenkort gaan we naar de stembus. De gemeenteraadsverkiezingen die staan eraan te komen. En om wat licht in de duisternis te scheppen, hebben we de politieke partijen gevraagd om bij ons uit te komen leggen waarom ze zo goed zijn. De eerste die we in het vizier hebben is het CDA. En de beide leden die hier zijn, stellen zichzelf even voor. Ik ben Maurits Lind, ik ben 18 jaar, ik zit op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. En sinds een jaar draai ik mee met de CDA-fractie. Ik ben Marijn Snoek, ik ben bijna bang om te vertellen hoe oud ik ben naast jou, 42 jaar. En de afgelopen 4 jaar was ik wethouder jeugd, onderwijs en sport voor het CDA in Haarlem. Daar kennen we elkaar van? Ja. Dat is leuk natuurlijk, hè? Dat praat wat makkelijker, zou ik maar zeggen. Laat ik met jou beginnen, Maurits. Waar staat je partij voor? Wij staan voor de Haarlemse Maat. En de Haarlemse Maat heeft te maken met de groei van Haarlem. Haarlem is een stad die constant aan het groeien is. En wij zeggen dat je daar echt moet oppassen dat je niet de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad in gevaar brengt. En dat noemen wij de Haarlemse Maat. Dus wij toetsen eigenlijk alle nieuwe plannen aan of ze kloppen met die Haarlemse Maat. En of dat dus nog steeds dan goed is voor de groei van de stad. Dat we dat verantwoordelijk doen en dat vinden wij heel belangrijk. Marijn, wat vind jij belangrijk? Ben ik helemaal mee eens. Maar daarnaast hebben we ook gewoon de Sportpartij van Haarlem. 4 jaar geleden, 8 jaar geleden hebben we al gezegd dat we heilig geloven in de kracht van sport. Dat gaat over mensen die bewegen, maar het gaat ook over mensen die samen zijn. Mensen die naar elkaar omzien, samen een clubje zijn. Jongeren die misschien op school niet lekker doen, maar in hun clubkleuren wel weer uitblinken. En als ik zaterdag iedereen in zijn tenuutjes naar de velden zie fietsen, dan word ik daar heel gelukkig van. En dat raakt ook wel weer die Haarlemse Maat, want als Haarlem groeit, dan moet je dus ook zorgen dat er wordt geïnvesteerd in sport. Dat iedereen een beetje in zijn eigen buurt naar het sport van zijn keuze kan. En de afgelopen 10 jaar is veel geïnvesteerd in de buitensport. Er zullen altijd wensen blijven en er kan altijd ergens een veldje bij. Je viel op in de laatste 4 jaar door de wet van gelijkmatigheid. Je probeerde zoveel mogelijk iedereen evenveel te geven. Is dat gelukt? Er zullen altijd mensen zijn die zeggen dat het niet gelukt is. Maar ik vind dat wij als overheid iedereen gelijk moeten behandelen. Iedereen komt een keer aan de beurt. En als je net aan de beurt bent geweest, moet je weer even wat langer wachten. En ik kreeg laatst ook de vraag, van hoe ga je dan om met grote of met kleine verenigingen? Ja, alle verenigingen zijn mij even lief. Iedere clubcultuur is mij even lief. Vanmiddag stond ik bij de rugby, de andere keer sta ik bij de cricket. Ik vind het allemaal geweldig. Als het maar een homogene club is. Als het maar mensen zijn die iets met elkaar hebben, bij elkaar willen zijn en naar elkaar omzien. 1 ding is nog niet gelukt. Het extra veld voor Allianz. Klopt. En daar heb je hard aan gewerkt. Maar het wil maar niet, hè? Nou, het staat wel weer in ons verkiezingsprogramma en het staat hoog op de lijst. Ik denk dat wat we zien is dat die stad groeit, dat je moet blijven investeren ook in de velden voor de buitensport. Dat kunstgras nodig is om die bespeelcapaciteit te organiseren, want we hebben gewoon helemaal niet de ruimte om heel veel meer grasvelden aan te leggen. En ik begrijp, er is lang discussie geweest of bij Allianz het veld wel of niet ingepast kon worden. Dat was ook veel van de discussie. De laatste informatie die ik heb is dat dat zou kunnen. Dus dan is het niet zoiets van nou, vandaag beloven dat morgen ligt het er. Maar in die groei van de stad is dat veld duidelijk in beeld om die groei te kunnen faciliteren. Jullie hebben een verkiezingsprogramma. Wat zijn de punten? Wat is 1, 2, 3 en 4? Wat zijn de belangrijkste? Nou, voor mij is het belangrijkste is onderwijs. En dat is onderwijshuisvesting. Er zijn veel scholen, waaronder de mijne, waarvan de gebouwen niet in de staat zijn die we zouden willen. Dus wij zeggen dat je daarin moet investeren, dat je er extra geld voor moet vrijmaken en dat je zorgt dat die gebouwen goed in orde zijn. Dus dat je een gezonde leefomgeving hebt voor je leerlingen. Daar willen we aan werken. En verder ook op onderwijs ondersteunen wij de internationale school van harte die er nu komt. Dat vind ik een ontzettend interessant project. En verder is het zaak dat je blijft kijken naar hoe je scholen sowieso kan helpen. Dus ik denk dan aan de Dreefschool, daar is het een om te doen. Daar zou je bijvoorbeeld een kiss and ride moeten inpassen voor die school en hun ouders. Dat zou heel handig zijn. Ja, zeker. 4 jaar was je wethouder op sport. Je hebt samengewerkt met een fantastische burgemeester, die ging weg. Hoe is het met de nieuwe? Ja, goed. Ja, ik ben heel enthousiast. Bovenal, Bernd is heilig ook wat mij betreft. En dat hij ging, vond ik heel jammer. Gelukkig is er een nieuw gekomen die ook volledig anders is. Geen kopie van Bernd Snijders. Maar wel een hele betrokken, hele warme burgemeester. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die hem ontmoet en tegenkomt, hem ook in zijn armen sluit als de burgemeester van Haarlem. College, gaat lekker?
Ja, het loopt wel op zijn eind nu. Hè? Dus we hadden vanochtend weer college. We hebben er gewoon nog twee tot aan de verkiezingen. Dat merk je ook. Ik kijk terug op vier fijne jaren met een college wat fijn heeft kunnen samenwerken. Er zijn wel wisselingen geweest. Maar de basissfeer en het vertrouwen is blijven staan. Dus dat motiveert mij om nog wel voor 4 jaar door te willen gaan. Leuk. Maurits, je bent een van de jongeren in de politiek. Wat heeft jouw partij, want dat zul je ongetwijfeld gevolgd hebben, wat heeft hij het meest bereikt in de laatste 4 jaar? Wat we het meest bereikt hebben? Ik zit er sinds een jaar in, dus voor mij is dat lastig om naar te kijken. Maar ik zie een aantal kleine en grote successen. Ik zie dat we hebben Ron, die is voor ons bezig met bijvoorbeeld de straatlantaarns aanpakken. Dat vind ik, dat is zoiets praktisch wat ik ontzettend goed vind. En Eva, die is bezig geweest met Airbnb, kijken naar of we dat kunnen inperken, zodat mensen, buurtbewoners, daar geen last van hebben. Maar ja, in die afgelopen 4 jaar, daar ben ik dus niet de hele tijd bij geweest. Dus ik denk dat het voor Marijn logischer is om daar... Marijn was er wel bij, jouw topic. Nou ja, ik ben trots op wat ik zelf heb kunnen doen als wethouder voor de sport in Haarlem, voor de jeugdzorg. Een moeilijke transitie waarbij de gemeente verantwoordelijk werd voor de jeugdzorg. In veel gemeentes in het land een probleem geweest. Nergens makkelijk, maar ik denk in Haarlem wel echt goed en professioneel opgepakt. Daar ben ik gewoon trots op. Ondanks de recessie waarmee we begonnen 4 jaar geleden, zijn we blijven investeren in onderwijs. Maar ik heb ook gezien wat mijn fractie gedaan heeft en daar ben ik ook trots op. En dat gaat eigenlijk steeds over wat Maurits al aankaart in die Haarlemse maat. Als je in een stad woont die zo mooi is als dat Haarlem is, dan moet je daar ook gewoon een beetje zuinig op zijn. Dus we hebben ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld historische bomen in een bestemmingsplan worden opgenomen. Dus dan ook echt beschermd zijn. Bij grote en bij kleine projecten steeds gekeken, wat betekent dit voor de wijk? Is dit in te passen? Goed gekeken naar hoe moet je nu met parkeren omgaan in Haarlem? Allemaal moeilijke vraagstukken waarbij het CDA binnen die coalitie en binnen de gemeenteraad steeds die Haarlemse maat, het beschermen van wat Haarlem mooi maakt, voorop heeft gesteld. Maurits, waarom moeten mensen CDA stemmen? Ik denk dat je niet per se naar de komende 4 jaar moet kijken, maar naar de lange termijn van Haarlem. En ik denk dat het dan heel belangrijk is in dat er de komende 4 jaar echt verantwoordelijk wordt omgegaan met wat Haarlem mooi maakt. En daar komt die Haarlemse maat weer aan. Van dat we daar heel zorgvuldig naar kijken en dat je inderdaad met de groei van Haarlem gaat kijken. Dat je niet in de Waardepolder gaat bouwen. Dat je binnen de stad gaat bouwen, de groene randen om de stad beschermt. En als je, zoals veel andere partijen, voor de woningbouw kiest, massale woningbouw, dan gaat het niet lukken. En dan gaat het mooie van Haarlem waarschijnlijk verloren. Ben je het er mee eens, hè? Ja, helemaal. Nog een toevoeging? Ja, zeker. We hebben lang in de oppositie gezeten in Haarlem. We hebben nu 4 jaar mee kunnen regeren. Ik ben trots op wat we bereikt hebben. De schuld is naar beneden. De stad ligt er beter bij dan 4 jaar geleden. Maar we zijn nog lang niet klaar. Deze stad kan best nog een beetje meer CDA gebruiken. We waren de kleinste oppositiepartij. Ik hoop dat we met meer zetels door kunnen in de coalitie en gewoon nog meer van onze idealen ook de komende 4 jaar in Haarlem kunnen verwezenlijken. De G heeft jullie de beste partij genoemd, de G-groep. Zij vinden dat ons verkiezingsprogramma de meest concrete handvatten biedt voor het versterken van de LHBTI-gemeenschap in Haarlem. Daar ben ik ontzettend trots op. CDA is niet de eerste partij waar mensen aan denken als het gaat over LHBT. Voor mij is dat wel gewoon ook een belangrijk thema. En ik ben er trots op dat we als CDA in Haarlem dat ook een thema hebben kunnen maken waarop we een goed en eerlijk verhaal hebben. En dat dat dan gezien wordt door Gay Haarlem, dat vind ik ontzettend fijn. Waarom heet de schaatsbaan niet de Yvonne van Gennepbaan? Eerlijke antwoord, ja. Omdat er een stichting is die eigenaar is van die schaatsbaan en die zegt dat zij dat niet willen. Ik had het een mooi gebaar gevonden, maar ik vind ook dat je niet naar iemand anders naar huis moet wijzen en moet zeggen hoe zij hun huis moeten noemen. Dus ik heb ook respect voor de keuze die de stichting daarin maakt. Jammer, hè? Ja, toen ik jong was, was Yvonne van Gennep een held, waanzinnig groot. Dat is ze nog steeds. Ik heb er 1 keer mogen ontmoeten professioneel en ik werkte ook gewoon, ik was een beetje starstruck gewoon. Ik zit met Yvonne van Gennep aan tafel. Ja, dus dat blijft. Of die ijsbaan nou zo heet of niet, dat maakt niet uit. Yvonne van Gennep blijft onze Yvonne van Gennep. Ik was erbij tegen de Oost-Duitse dopingeters. Oh, kan dit halen? Onvergetelijk. Een van de grootste sportprestaties die ooit in Nederland geleverd zijn. Door Nederlanders geleverd zijn. Ja. Nou, en het was fantastisch, hè? Hoe we ze 2 of 3 weken geleden ook in Haarlem weer
geëerd is. Op de dag dat Esmee Visser, die we ook hier ooit nog als talent in Haarlem, omdat ze daar op de schaatsbaan schaats geëerd hebben. Die won goud, Yvonne van Gennep erbij. Ja, dat is dan top. Zie je wel, Haarlem is nog steeds gewoon een sportstad. Nou, ik denk dat u het wel weet, hè. Dit is een partij waar je op kunt stemmen. Ik laat het aan u over, maar veel wijsheid daarbij.